Nou, ik sta nu op het Munsterplein in Remuin. De zaak hier achter mij is een hele speciale zaak, die kent je wel, Brownies & Downies. Die bestaan vandaag een jaar en dat doen ze heel speciaal vieren met een speciale kerstshow. In de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, Adem. Kevin, mijn vriend, wij gaan Adem. Jozef en Maria. Naar buiten schrijden. Na een lange wandeling vanuit Nazareth. Ja, u ziet wel, Jozef ziet er nog ontspannen uit, want die zat op de ezel en Maria schokte erachteraan. Ruim een week na zijn geboorte kwamen er in Jeruzalem, niet ver van het buurdorp Bethlehem, drie wijzen uit het oosten. Even terzijde, dames en heren. Als de wijzen uit het oosten komen, dan kan ik niet onvermeld laten dat ik ook uit het oosten kom, want ik ben geboren in Roermond Oost. We hebben al kennis gemaakt met koning Kevin. Dan wil ik toch ook even kennis maken met de andere twee koningen. U bent koning Balthazar. Zo. Vanaf nu zult u heten koning Tom. En u bent koning Len. Koning Len. Vanaf nu zult ook gij heten koning Tom. En als ik de volgende keer aan u vraag hoe u heet, zegt u min of meer gelijk achter elkaar: wij zijn koning Tom Tom. Tom Tom. Juist. Nou Sylvie, heb jij geluk gehad dat je nogal ster hebt mogen opkomen. Maar als ze een Tom Tom hadden gehad, was dat allemaal niet nodig geweest. Waar gaat het gebeuren? In Bethlehem. Aha, in Bethlehem. De Bethlehem in Juda. Zo dichtbij schrok Herodes. En hij verzocht de drie koningen terug te keren naar Jeruzalem en hem te vertellen waar het kind, de koning der Joden, geboren was. En ze zagen het kind met zijn moeder Maria. Dan moeten jullie je wel omdraaien, hè? Anders zie je dat kind echt niet. En ze boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. De drie wijzen zijn nog nooit samen op de foto geweest. Want er waren geen camera's in Bethlehem, helemaal uitverkocht. Even voor de foto, ja? Daar gaat hij. Let op. Wil de andere Tom ook volgen dan? Kevin mag ook. Ho, ho, even.